bij zijn aflevering van geen nieuwe aflevering, want het is nieuw, het is Team Fortress 2 met Wouter. Hey mensen van het internet, welkom bij deze aflevering van Team Fortress 2. En we zijn vandaag samen met Rick van Surfing Gameplay. Ik heb al een paar keer op Wouters kanaal Team Fortress 2 gedaan. Wouter is een klasgenootje van mij. Klasgenootje, ja. Yeah. Ik had zoiets van, Wouter, ik help je gewoon met wat subs krijgen, dus dan gaan we gewoon Team Fortress 2 op jouw kanaal doen. Dus daar trek ik de aandacht voor, door Team Fortress 2 eenmalig misschien een paar keer met Wouter op mijn kanaal te doen. Want gewoon, daarom. Gewoon voor de lol. Ja. Ja, ik sta aan de onderkant van mijn scherm, heel klein beetje, dus ja, dan moet je niet te veel neuks omgeven in het algemeen. Nee, OPS struggles en zo. Ja. Nee, dat ben ik! Maar dan een spy voor hem. Iemand is een spy, is mij. Iemand is een spy. Iemand is een fucking spy. Iedereen is een spy, iedereen moet dood. Dus ja, een linkje naar Wouters kanaal staat in de beschrijving. Ik hoop dat Wouters geluid nu wel goed is trouwens. Ik hoop het ook. Anders maak ik je dood, Wouter. Ja, het spijt me heel erg, ik heb er nog veel moeite mee zo, hoe dat wel is. Struggles dus. Ik ben pas net begonnen. Als het goed is, staat hij nu goed. Oké, dat was raar. Wat doe je? Wie, ik? Ja, jij. Hoe bedoel je? Wat moeten we doen? Verdedigen. Oh, die saai. We moeten punten verdedigen. En zo. Ik haat verdedigen. Oh, hallo daar. Ik haat verdedigen. Zak. Zo, ik heb een kill. Woe! Oh nee! Boeven gespuis, oh kut. Ik zit onder de melk. Ik zit onder de cow juice. Onder de cow juice, wou ik net zeggen. My joke is bad. Jij zit juist ook onder de cow juice. Oh nee, mensen met vlamwerpers. Dus, oh, ik ben weer dood. Herkenbaar. Het gaat niet zo lekker. Ik heb betere tijden gekend, zeg maar. Ja, dat zeker. Het zijn toch wel skere tijden, zeg ik het zelf. Het zijn skere tijden. Gewoon bank hadden niet moeten zeggen dat ze slechte tijden. Het zijn skere tijden, dat had ik moeten zeggen. Werd dat je dan kanten krijgt. Kanten. Kant en klaar, hè? Waar werk jij dan? Ik, hè? Ja. Ik doe folders. Folders! Folders. Jij doet kranten. Kranten! Voor kranten krijg je meer centjes, maar je moet wel vroeg op en zo. Ja, inderdaad. Ik hoef maar één keer per week te doen en in het weekend en 's middags. Niet de middag, ik game 's middags altijd. Vanmiddag. Wow, dit spreekt elkaar tegen. Er staat hier iemand in het ijs en tegelijkertijd in de brand. Dat is een beetje apart. Een partner staat prima, het beste. Dat is zeker een beetje apart. Dat is wel mooi. Hel, oké, dat vind ik wel leuk. Dat vind ik wel leuk. Oké, waar is iedereen? Mijn eigen geluid wat harder zetten. Oh, sukkels! Zo, misschien beter te horen. Blue sucks, donkey dick. Daar heb je shows in Amerika voor, dat gewoon een vrouw een ezel of zo afzuigt. Daar heb je vast wel een porno voor, Wouter. Jij wel. Kom maar met de kills. Ik heb een kill. Ja hoor. Tuurlijk, bestialiteit en zo. Ik denk dat er wel porno's bestaan van vrouwen die paarden afzuigen. Gewoon paarden van die hele grote pikken. Echt heel groot. Ik heb hem gewoon ik tot bij de grond. Ik heb een verhaal van Pijker, dat was een man. En die liet zich in zijn anus nemen door een paard. En toen is hij dood. Ja, toen ging hij dood of zo, toch? Ja, aan bloedingen. De hele anus was open. Ja, dat heb ik ook gehoord van Pijke. Zullen we het ook een keertje doen? Wie is het paard? Wie heeft de grootste piemel? Oh my god. Hetero momenten met Rick en Wouter. Inderdaad. Hey, spion! 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 Spy off. Ik wil trouwens aan deze dudes lopen in een brand steken en dan hebben ze allebei een machinepistool. Hartstikke leuk. Heb ik iemand gedood? Ja, nee, nee. Je hebt geholpen. Nee, ik ga even checken. Nee, toch niet. Lol, dat mag ik. Ik word even een demo man en mijn stem is nog over. Zo klink je nu, Wouter. Inderdaad! Ik word even een blauw. Dat word ik hoor. Is het blauw? Oh god, daar komt hij aan, daar komt het koud. Voor de deur. Ik ben echt slecht in het spel trouwens. Voordat mensen gaan zeggen, oh Rick, je bent niet slecht in. Ik speel tijdens ik met Wouter speel namelijk zo'n beetje, dus ja. Ja. Niet zo heel vaak. Ik heb lag als ik opneem, dus... Dat is raar. Dat is niet zo leuk. Nee, dat is echt niet leuk. Zo raak ik echt helemaal niks. Hey, daar ben jij. Hallo Rick. Oh, nou, daar sta jij bij een taart. En ik sta hier boven. Daar sta je dan. Bij de taart.
En ze schouwen dat in de muur vast. Ah, ik ben gedood. Daar sta je dan. Ik weet niet waar de fuck dat is. Wat is dat van? 2 assists. Oh, ik heb ook een kill erbij. Mijn leven gaat goed. It was a good day. Vandaag was best wel een goede dag. Ik werd wakker, maakte een eco-toets, ging naar huis, had weekend. Had weekend, het regent al de hele fucking dag. Dat is wel een beetje. Maar ja, ik zit toch binnen, ik ben toch niet verbannen naar buiten gaan vandaag. Regen is heerlijk game weer, Wouter, zo moet je bekijken. Nee, elk weer is gewoon heerlijk game weer. Ja, het is heel buiten zon. Als het gewoon 500 graden buiten, het is lekker om te gamen. Mijn logica is, oh, buiten veel zon, dan krijg je ziektes van, ik blijf binnen. Oh, buiten regen, krijg je het koud van, krijg je ziektes van, ik blijf binnen. Oké. Okay. Het is een beetje normaal buiten, niet warm of te koud, dan krijg je gewoon wat ziektes van. Ja, het is niet warm genoeg buiten. Je krijgt overal gewoon ziektes van. Ja. Vandaag de dag wel, je kan niet eens normaal wat eten of je krijgt weer ziektes in je maag en dus, zo. Dus je kan niet te veel van iets eten, want als het te veel is, is het ook weer niet goed. ADI waarde. Dan word je dik, ADI en zo. Mag ook helemaal niks. Bam, sniper! Vroeger kon je gewoon aangebrand varken eten en dan gaf niemand een neuk. Hij is echt dood! Kut, hij heeft mij dood. Ik ben ook dood. Zo dichtbij. Zo close. Niet, sniper. Zo close, ik haat dat het respawnen zo lang duurt en ik moet iedere keer fucking ver lopen. Wat ik doe als ik wacht tot ik gespawn ben, ik ga jong leren. Met zakjes. Hoe doe je? Huh? Hoe doe je? Ik heb 2 jongleerzakjes hier liggen. Oh, gewoon tui. Ja. Gewoon als ze tijdens mijn laadscherm of zo ga ik gewoon jong leren. Want fuck it. Oh, ik heb lag. Ik heb zware lag. Speelt een balzak. Ik speel met mijn balzak en doe alsof ik Kim Holland ben. Ja, inderdaad. Ik speel met iemands balzak. Herkenbaar, herkenbaar. Laat ik hem maar gewoon mee gaan joleren. Nee! Nee, scout! Dat is niet lief! Nou, mijn ping is aardig hoog. Staat ondertussen op 600. Gefeliciteerd, je hebt een nieuw record gehaald. Gefeliciteerd. Gewoon granaten spammen als ik kijk met al het koud in mijn bek. Nee. Oh yes, jij staat hier een beetje voor de ingang alles af te knallen. Ja, alleen maar assist. Stop met mijn kills afmaken, jongens. Ik ook niet veel, ik schiet gewoon een beetje in ijsgrond. Ik ben Wouter, ik ben Bol, ik kan niet lopen, dus ik rol. Tadaa. Ik ben Wouter en ik ben obesitas patiënt. Like deze video, uit respect. Uit respect voor obesitas, had ik eigenlijk mezelf heb aangedaan. Ja, precies. Ja, waarom is het eigenlijk... Het wordt al gezegd als een ziekte, maar... Ik bedoel, het is eigenlijk mensen hun eigen schuld. Er is zo'n comedian, Ricky Gervais, en die heeft dat er heel vaak over. Wat, die is dan heel erg tegen haat op homo's en zo, maar dat sommige mensen die zeggen dat homoseksualiteit net zoiets is als dik zijn. Je kiest ervoor. Hoe doen ze dat? Alsof het een keuze is, zeg maar. Ja, nee, ja, weet ik veel. Alsof ik heb. Je hebt jouw kamp in Amerika waar ze je naartoe stuurt als je homo bent. Hij zei dat die mensen dan denken: ik hou van piemels, hetzelfde als ik hou van taart. Ik hou van worstjes. Nee. Dat is wel kamp waar ze dat christelijk kamp waar je naartoe gestuurd wordt dan als homo. En dan moet je daar dan. Ja, zo'n Get Straight Camp. Zo'n Get Straight Camp. Ik wil er best wel een keer heen voor Rick's avonturen. Get Straight Camp. Dat zou echt een awesome Rick's avonturen zijn. Eigenlijk wel. Ik zou abonneren daarvoor. Ja. Dus dan ook, wat kan ik zeggen? Dat ik echt nergens vind op staan dat mensen die dik zijn, dat ze dan zo'n karretje krijgen. En dat ze dan vervolgens mogen voordringen bij shit. Serieus, mag dat? Ik had wel bij de Efteling, heb je wel van die mensen die kunnen dan niet tegen de zon of zo en dan mogen ze ook altijd helemaal voor in de rij. What the fuck? Ik ga dat ook maar gewoon een keer doen. Nee, gewoon een briefje meenemen van de dokter. Ik word eerst dokter en dan diagnose ik mezelf met die ziekte. Oh shit, ik kan niet tegen de zon. Oh shit, van de zon word je gay. Oh nee, ik wil niet dik worden. Van de zon krijg ik erectieproblemen. Ik heb een erectieprobleem, punt. Van de zon, ja. That's all. Dat is wel mooi, ik heb een erectieprobleem, daarom mag ik vooraan staan. Nou, ik vind het dan een logische reden. Oh, ik heb al 5 kills. Oeh. Maar sommige mensen in die karretjes, dat ze gewoon fucking dik zijn. Dat ze dan gewoon mogen voordingen, dat vind ik nergens op slaan. Nee, dat staat ook nergens op. Je hebt ook van die dikke mensen die mogen dan gewoon de hele dag thuis zitten van de uitkering leven. Dat soort mensen moeten echt afmaken. Dat soort mensen moeten gewoon een nekschot krijgen. Ik had dus bedacht, hè. Weet je wat het probleem is met de samenleving van vandaag? Zeg maar, de evolutie werkt niet meer. Want normaal. Nee, want de zwakkeren worden gewoon geholpen. De domme mensen.
die niks kunnen, de dikke domme mensen, die gingen gewoon dood. Omdat ze geen geld en eten hadden, gingen ze dood. En nu krijgen ze gewoon een uitkering. Dus ik dacht, we moeten een machine maken. Met een lopende band en daarachter gewoon een vuurpit, zeg maar. Je moet op die band lopen. En dan krijg je gewoon wat algemene vragen, weet je wel. Politiek, economie, dat soort dingen. En iedere keer dat je het fout hebt, gaat die rolband iets harder lopen. Dus je moet, zeg maar, of heel slim zijn, of een beetje een conditie hebben. En ja, als je geen van beide hebt, ga je gewoon doven. Dan val je gewoon in een bak met lava. Dat klinkt best wel breed, maar het... En één keer per jaar, dan gaat iedereen er gewoon heen. En dan zijn we vanzelf van alle oude mensen af, et cetera. Die op een gegeven moment, dan ben je niet meer slim genoeg. Of ben je te oud. Kan niet, dan kun je niet meer voor jezelf zorgen en dan ga je dood. Dat klinkt wel heel mooi. Ik vind wel sadistisch en eigenlijk niet moreel, maar het is wel een goed idee. Net zoals, waarom hebben we waarschuwingstickers voor sommige dingen? Ik bedoel, waarom halen ze niet er gewoon af? Laat evolutie in de natuur zichzelf zijn gang gaan. Ja, precies, weet je. Evolutie, weet je. Oh, kan ik hier mijn vinger in stoppen? Nee, oh, je bent dood. Oh. Maar daarom zijn er ook gewoon veel domme mensen. Dat domme mensen gebruiken geen condoom. Ja, dat daarom plaatst zichzelf voort. Zo werkt dat, denk zou, ik. Het zou juist andersom moeten zijn. Wat? Mensen die condooms gebruiken zouden juist zwanger moeten worden. Waarom? Nou, dan gaat het wel goed. Dat vind ik logisch. We moeten gewoon IQ, hetzelfde idee dat ik net had, alleen als je dan zeg maar niet slaagt, dan word je gewoon onvruchtbaar gemaakt, gewoon op je 18e. Ja, gewoon sterilisatie ofzo. Op je 18e, hoppakee, balzak eraf, je zoekt het maar uit. Geen voorplanting voor jou. Of sowieso dat als zaaddonoren alleen maar slimme mensen mogen zijn, of mensen met een goede conditie, liefst een mix, gewoon super zaad zeg maar. Ja. In plaats van gewoon een random zwerver die zaad af, dat, gewoon het zaad geld. Dat niet uitgekwakt wordt. Dat het soort zaad dat niemand mag uitkwatten. Ik ben nu boos, ik word nu gewoon even die fucking sniper. Ik ben nog helemaal niet goed met de sniper class, maar ik doe het gewoon. Nee, ik ben scout. Scout is gewoon scout. Oh, bebouwd, ik ben scout, ik ben gay. Scout zijn niet gay, ik weet niet eens of iemand gay is hier. Hey, ik ben een sniper, yeah! Oh shit. Mijn game loopt vast. Fuck. Je hapert trouwens heel raar nu. Ja, ik weet het, mijn game loopt een beetje vast. Je hapert, Wout! Ik zeg het! Godsamme. Is Wout toch best weg? Nee! Nee, Wout, blijf! Nee, ik ben er toch! Nee, hé! Ga je me horen? Rick! Noem maar die spike net. Kun je hem niet horen ofzo? What the fuck? Wat is er, jongen? Wat? Ik weet niet, jij zei wat de fuck. Ik zei wat is ja, hier. Ja, het is mijn interconnectie is een beetje slow. Alweer. Stomme Wouter, ik ga nooit meer met je opnemen. Ik hou niet meer van je. Ik weet het, ik hou ook niet meer van mezelf. Nee, maar dat komt totdat ik draadloos heb. Stomme sniper, ik pak je nog wel. En ik denk dat mijn laptop gewoon flipt als ik tegelijkertijd en opneem en tegelijkertijd aan het skypen ben en tegelijkertijd aan het gamen ben. En porno kijken op je iPod. Ja, dat ook. Dat zeker. Ah, zeker, de hypotheker. Zeker is te weten dat zo is hoor. Ja ook. Oh lol. Je gewoon afschrikken tijdens het opnemen, je weet wel. Adrenaline. Waarom zou je niet doen als je toch geen facecam hebt? Niemand die het ziet joh. Maar ik heb wel een facecam. Nee. Maakt niet uit, gewoon als je over mijn beeld zit. Maar Wouter ziet nooit zijn onderlichaam. Wouter heeft namelijk geen benen. Nee. Dat is geheim. Ik zit eigenlijk gewoon naakt hier. Dat zou best kunnen, ik wil best wel een keer naakt een video opnemen. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik heb waarschijnlijk pas wel een paar keer zonder broek gedaan. Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Gewoon zonder broek of onderbroek en onderbroek gaan opnemen. Dus of iemand het... Als je het einde van de video opstaat en dat je wegloopt, dat ze je billetjes zien. Dat is eigenlijk best wel geniaal, maar sociaal niet acceptabel. Ik ben al niet sociaal acceptabel, dus dat maakt niet uit. Nee. Hebben we nou gewonnen? Nee! Hey, we hebben gewoon ik heb melk die glinstert. Oké. Onder de kou, helemaal onder de kou, juice. Ah! Eigenlijk ben ik er laatst achter gekomen dat die cow juice van de SpongeBob aflevering komt. Cow juice? Ja, het cow juice, from cow juice. Dat is omdat Sandy een ijsje bestelt en dat zegt in Texas we call this frozen cow juice. Oh, oké. Nou, daar is het dus denk ik van. Allah! Inderdaad. Hou je mond, vrouw. Je hebt geen rechten hier.
Dit is de jaren 60 of zo. Ik weet niet welke tijd dit spel zich al speelt. Wouter, stel je eens voor, wat als Valve nou een Team Fortress 3 zou maken? Geen idee, dan hoop ik dat ze hem gratis maken, net zoals deze. Sinds was deze ook niet gratis. Ik zou er best een tientje voor willen lappen of zo, hoor. Ja, tientje, oké. Ik ga er geen 60 euro voor lappen in ieder geval. Nee. Kunnen ze mijn balzak likken? En dat doen ze graag bij Valve, hoor. Balzakken likken of jouw balzak likken? Mijn balzak likken, specifiek. Okay. Ik sta trouwens in mijn eentje voor die kooi met de vijanden, in mijn eentje. Ik zie het, dus de kooi is al half open bij mij. Klopt er niet, dus voor mij klopt het niet. Ik heb mensen onder de melk gegooid. Lol. Wat doe je dan? Hè? Waar de fuck heb je het over, Boete? Nou, als scout kan je iets hebben, dat heet de maffe melk. En dat kan je gooien op mensen. Ik weet helemaal niet zeker wat, ik weet niet helemaal zeker wat het doet, maar voor mij, als je dat doet... Ze zijn heel cool aan het dreigen hier trouwens. Als je dat doet... Ik heb vuurscheetjes in hun gezicht. Dan even denken, wat is ook weer? Oh ja, dan als ik dat op ze schiet, dan gaat het helft bij hun eraf en bij mij erbij. Hallo, hallo Akbar! Ga Drake een kill scoren, dat zien jullie de volgende aflevering. Echt waar? Nee, deze aflevering nog. Nee, ik heb geen kill. Godzo, ik. Nee, ik heb ook geen kill. Ik heb wel heel veel mensen damage gedaan. Ja, ik heb niemand damage gedaan. Ik heb alleen melk op hun hoofd gegooid. Ik word even geen scout. Ik word ook even een demo man. Heavy, denk ik. Een dikzaak. Dikzaak. Toch maar bij heavy, hè? Toch maar bij wel. Nou, dan ga ik wel even healen de hele tijd. Maar ja, als jullie dus niet abonneren op Wouter, dan hebben jullie dus geen respect voor koeien. En voor kinderarbeid. En voor Robert M. En voor Wouters internetverbinding. Ja, inderdaad. Sorry. Eén retweet is één respect voor Wouters internet. Abonneer op Wouter bij 100 abonnees, dan geeft God hem een betere internetverbinding. Ik mag het hopen, ik weet niet hoe ik mijn internetverbinding kan verbeteren. Dan moet ik even googlen. 100 abonnees heeft Wouter seks met een stripper. Wat? Nee, bij de 100 abonnees ging ik Hamlet citeren. Oh ja, is waar ook. Oh! Ik heb een kill. Ik ook! Nee, je gaat Hamlet citeren terwijl ik een beschuitje eet tegenover mijn schedel. En dan wordt het niet to be or not to be, maar het wordt to be or not to be. Dan gaat al die beschuit over mijn schedel heen. Dat is wat je voelt. Nee. Ja, toch, ja, wat een mafkees. Godsamme. Mijn internetconnectie. Ik klink als een robot, maar dat komt door mijn internetconnectie. God fucking summer. I prefer a girl and I did. Oh god, ik heb. We know. Wat we know? Oh god, samen. Demo man! Sterf! Zeg, ik denk ik heb een kill. Twee kills! Oh! Nou, maar interesse. Nee, god. Godsamme! Ik heb een nieuw record voor heavy kills. Twee. Dat is iets. Ik weet echt niet meer welke klas ik de vorige keer was, maar ik had me daar hard mee. Ah, fuck. Waarom? Doe mijn internetconnectie zo vervelend. Van drie zoekletjes. Oh man. Ik ben een briezerslet. Ik moet even mijn laptop verplaatsen. Sorry, oh, man. Nee, we zijn aan het zitten. Sorry mensen, ik moet even mijn laptop snel verplaatsen. Dit gaat misschien een beetje heel vager uitzien, maar dat doet het überhaupt al, dus. Wat ben je aan het doen? Eh? Wat moet je doen, jongen? Wat moet je doen? Ik moest mijn laptop even verplaatsen. Oh, oké. Okay. En zo speelt het niet. Ik voel me gewoon met twee klappen dood met een coole hamer. Ik kan ook gewoon op mijn bed nu gaan gamen. Dan ga ik helemaal naar mijn internetconnectie. Doet het op blijkbaar mijn bureau opeens niet meer. Of bagger slecht, nu nog steeds trouwens, maar ik kan eigenlijk wel team voor te spelen op deze manier. Dus ik zit op mijn bureaustoel bij mijn deur. En nog steeds is mijn internetconnectie bagger. Nice. Dit is echt heel plezant. Ja. Dit is echt helemaal niet plezant, bedoel ik. Oh ja, je hebt Kitskrieg. Nice. Kitskrieg. Blitzkrieg! Dat zei Sam ooit. Voordat hij doodgemaakt werd door Hoyt. Jij hebt geschiedenis, toch?
Wat? Ja. Zij weet alles over Blitzkrieg natuurlijk. Ja. Oh, wij hebben verloren. Wie hebben verloren? Als het goed Duits is. Woo! Bedankt voor deze aflevering.